politici gedaan en het ging over de nachtleven. Wie heeft gewonnen? De Partij van de Arbeid. 10 biertjes heb ik gewonnen. Dames en heren, kom aan, we hebben hem hier. Yeah. We doen sinds een jaar of 6 denk ik dat er ook een nachtburgemeester wordt gekozen. Omdat het nachtleven in Amsterdam heel erg belangrijk is. En dat is een beetje de representant van het uitgaansleven. Van Amsterdam denk ik hartstikke goed, heel belangrijk. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind is dat iedereen gewoon lekker kan uitgaan. En dat betekent ook dat je echt moet vechten voor gelijke rechten. Dat je geweld absoluut niet moet tolereren. Als je zoiets ziet, onmiddellijk iets aan moet doen. De politie is goed bezig, maar elke geweldsdelict, elke misdaad, elk slachtoffer is er absoluut één te veel. Dus de Partij van de Arbeid zal ook staan voor gelijke rechten voor iedereen. Of je nou homo of hetero, wit of zwart, dik of dun, man of vrouw bent. Iedereen moet veilig en gezellig uit kunnen gaan in Amsterdam. Ja, wat mijn ideale Leidseplein is een Leidseplein waar je eerst even lekker gaat eten, dan naar de Schouwburg, vervolgens even naar de Kring of de Oesterbar, wijntje drinken. Dan naar de Melkweg, concert bijwonen en dan tot slot nog even ergens rustig zitten. Bijvoorbeeld in de Amerikaan of de baan. Zodat je vervolgens voldaan weer naar huis kan gaan. Op een gewoon vervulde manier, omdat Amsterdam de mooiste stad van de wereld is.